We zijn hier bij Rembrandt, waar de spontane loopgroepen nog kunnen inschrijven. Je hebt je net ingeschreven als spontane loopgroep. Wie ben je en wat gaan jullie doen? Ik ben Brechtje Lomme. En wij gaan als stadskunstenaars, want wij willen het Indigats DNA verzamelen. Hebben jullie daar speciale technieken voor vandaag? Ja, wij gaan wangslijm afnemen. Wangslijm? En vingerafdrukken. Oh, dat wordt leuk. Met hoeveel zijn jullie? Hoe groot is de groep? Met z'n tweeën. Och, wat leuk. Ja. Nou, ik wens jullie een hele fijne optocht. Dankjewel, hetzelfde. Veel kijkplezier. Ja, ik sta hier bij twee belangrijke mannen, vind ik, voor de optocht. Maar dat niet alleen, want laten we daar even mee beginnen. Want u, meneer, maakt de wammes, heb ik net gehoord. Dat klopt helemaal. Hoeveel tijd zit daar wel niet in? Nou, een maandje of 2,5. Maar de krant is elk jaar weer helemaal vol. Henk Bolij maakt heel de krant op. Wat geweldig. Ja. En voor hoeveel hoe lang doet u dit al? 15 jaar. Ik kijk even naar de buurman, want die ziet er ook heel officieel uit. Ik kruip er heel even tussen. Ja, goed. Dat mag, hè, zo ja, mijn carnaval. Even draaien voor de camera. Okay. Headset op, portofoon, openbaar. Hè? Wat is uw taak vandaag bij de optocht? Wij moeten ervoor zorgen dat de optocht blijft lopen. Dus dat er niet te grote gaten komen. Ja. En hoe vang je dat op wanneer mensen wat gaan treuzelen? Nou, de wagens die rijden meestal wel. Maar het gaat erom dat de loopgroepen, die hebben allemaal een geweldige act. En die willen ze overal doen. En dan is het het midden vinden tussen... jongens, jullie moeten veel plezier hebben met de toeschouwers allemaal. En de optocht moet ook blijven lopen. Dus dat is een kwestie van aanvoelen. Maar al die mensen werken geweldig mee. Dus ja, we moeten er zijn, maar het gaat eigenlijk vanzelf. Oké, maar het is ook een kwestie van intuïtie. Van waar grijp ik in en waar niet. Ja, dat klopt. Ja. En dat leer je zo in de loop van de jaren. Hè. Jan de Koning, ja, de laatste carnaval als president. Hoe voelt dat vandaag? Ja, dubbel gevoel. Hè. Dus van de ene kant vind ik het op zich wel prettig om dat het dadelijk over kan geven. En van de andere kant is het natuurlijk, ja, je bent er zo mee verweven. En het doet ook wel een beetje zeer. Dus dubbel gevoel. Wat is de reden dat je als president je taken neer gaat leggen, in ieder geval over gaat dragen? Ja, ik heb het nu 2x11 jaar gedaan. Dus dat is toch in carnavalstermen is dat een mooi jubileum, zullen we maar zeggen. En ik heb altijd gezegd dat ik met 55 jaar bestaan zou stoppen. Dan ben ik bijna 10 jaar president geweest en ik denk dat dan een stokje over mag geven aan een ander. Nou, ik wil je in ieder geval bedanken voor 55 hele mooie carnavalsjaren in Boxtel. Ja, dankjewel. Ik doe het wel geen 55 jaar, maar dankjewel. Hé, hey, op wie zit jij? De Angela School. Nee, op wie zit je? Op Trump. Dat is wel een coole outfit, of niet? Ja, zeker. Waarom heb je voor deze outfit gekozen? Ja, ik zie veel mensen met deze pak vorig jaar en nu wil ik hem zelfs een keer dragen. Ja. Hé, hey, en heb je een vette carnaval? Ja, zeker. Ja? Kwekpoel vooral. Ja? Kwekpoel, ja, met vrienden allemaal naartoe. Veel kinderen uit de klas. Groot feest. Ja. Goed zo, jongen. Nou, ik zou zeggen, laat Trump je nog lekker dragen. Ja, is goed. En een fijne carnaval. Ja, dank je. Zijn we er klaar voor? Helemaal klaar voor. Alleen een beetje koud, hè? Is het koud? Ja, niet dan? Echt? Ben ik er niet? En ik heb nog niks gedronken dan? Nee, helemaal nog niks. Erg, hè? Nee, echt niet. Mag dat niet? Maar dat komt nog wel. Vanavond weet niemand aan mijn leven, joh. Wat maakt jou een ideale carnaval voor jou? Ja, dat weet ik niet. Het is leuk om met de Raad van 11 in ieder geval mee te gaan. En, het is de sfeer helemaal eromheen en zo. Het is best leuk. Ik geniet ervan. En wat maakt nou zo leuk om bij die Raad van 11 te zitten dan? Nou, de gezelligheid en de eenheid onder elkaar. Dus allemaal gewoon vrij goed. En wat dat betreft, we kunnen goed met elkaar opschieten en lekker drinken. En daar gaan we het om. Veel plezier, jongen. Ja, dank je. Ja, dan alweer lang plezier met mekaar, alweer lang plezier met mekaar. Heb jij een leuke carnaval? Ja, heerlijk. Ja? Ja, heerlijk. Ja, wat is voor jou nou de ultieme carnaval dan? Ja, een bier drinken. Uit. Mannen. Goedemorgen. Zijn we er klaar voor? Helemaal. Ja? Ja, toch te gek.
droog. De zon als kan. Ja, dat zou wel mooi zijn, toch? Ja, dan ga je regelen. Ga je geen regelen. Wat verwachten jullie van vandaag? Een super optocht. Heel veel kijkers langs de kant. Heel veel waggelaars, waggelaarinnen. En we gaan er een schitterende optocht van maken. En ik zorg dat het droog is, hoop ik. Ha, waggelaars, waggelaarinnen, donzeentjes. Welkom bij de uitzending hier van Omroep Dommeland. Rechtstreeks vanuit de grote Indertrek hier in Bokstel. Wij hebben er zin in. We hebben een zonnetje meegebracht. We gaan ervan genieten. We zijn natuurlijk van tevoren al een paar keer wezen kijken bij de opbouw van de wagens. En ik kan jullie allemaal vertellen, het wordt een fantastische optocht. Echt. En ik hoop dat de straten helemaal vol staan. Eventjes ter uitleg op onze prinsenwagen. Daar staat een ooievaar op. En heel veel mensen zullen zich afvragen waarom die ooievaar. 55 jaar geleden met het jubileum stond ook deze ooievaar op de wagen. Voor de geboorte van Indegat. En dit hebben we symbolisch, hij leefde nog steeds gelukkig, weer op de wagenplaats laten nemen. Dames en heren, geniet ervan, wagelaars, wagelaarinnen. En wij gaan het ook doen. Doei! Hebben jullie er zin in? Ja! Ja, heel erg. En wat ga je nou heel de dag doen tijdens de optocht? Gewoon de hele tijd een beetje zappen. Ja, en serpentine gooien. Ja. En hebben jullie een leuke carnaval? Ja, heel leuk. We krijgen ook een partypas gratis, omdat we in de raad zitten. Ja, heel veel prins en prinses zijn. En daar is het ook heel leuk in de avond, dus ja. En vanavond weer naar de kwekpoel? Ja, altijd. Nou, ga lekker zwaaien naar iedereen, hè. Zet hem op. Beste wagenaars en wagenaars, willen wij één dag vrij door de bal, twee dagen, nee, drie. Dan moet je ook wegkomen, hè? Heel de carnaval. Heel wegkomen. Wie wil deze petitie niet tekenen? Ik zou nog niet. En eigenlijk willen ze laten zien hoe Zwalla in deze wereld is. Hoe voelt dat nou om je dorp even af te geven aan Prins Carnaval? Ja, dat is gewoon geweldig. Ik heb er alle vertrouwen in. We hebben een geweldige prins aan Prins Donald de Vijfde. Ja, en vandaag is zijn défilé, hè. Dus ik kom kijken en ik zie wat ze allemaal gedaan hebben. Geweldig, want er zit natuurlijk ook weer een hoop reactie op wat wij doen. En dat is altijd weer leuk om te zien en daar leren wij weer van. Dus wat dat betreft geweldig. Ja. Hoe ziet jouw ideale carnaval er eigenlijk uit? Mijn ideale carnaval is om hier de sleutel te mogen overhandigen. Ik ga naar de optochten van beide dorpen. En ik ben vanmorgen in de kolderzitting in Liemde geweest. Morgen politieke café in Boksel. Ja, en als ik dat allemaal gehad heb, dan is mijn carnaval echt vol. En dan heb ik enorm genoten. Dat is ieder jaar nog zo, dus dat zal dit jaar niet anders zijn. En nu even de mooie wagens bekijken. Zeker weten. Bedankt. Ja. Nou ja, voor zover we weten, vandaag zijn er in ieder geval 19 wagens die meelopen. En natuurlijk is er vandaag ook een 11-koppige jury die gaat letten op originaliteit, actualiteit en uitvoering. Dus ik ben heel benieuwd wat we vandaag te zien krijgen, Hans. Ik ook. Jolien, ja, dit is dan de eerste, staat eigenlijk niet in ons papier, hè? Nee, maar ja, de jeugd hoort er natuurlijk fantastisch bij. En kijk, ze stralen daar bovenop. We zijn zo blij met z'n allen dat het droog is en het is zelfs zonnig, Hans. Ja, het is nu even wat minder, maar zometeen gaat de zon weer schijnen. Ach, in Boksel schijnt altijd de zon. Nou, ze gaan met een auto de stoet vooraf. Jolien, die komt er niet. Ik zie uit de verte al de eerste groep aankomen, nummer 1. Wie zijn dat? Ja, dat is ontzettend leuk, want dat is de Indegatse Fabeltjeskrant. En dat zijn de Sissy Girls. Oké. Meer dan 11 voorop, hè? Ja. Ja, echt waar. Nou, en van de Sissy Girls, die hadden een dringend verzoek om toch echt als eerste te mogen starten in de optocht. Ze hebben ontzettende warme pakken aan. Ze kunnen niet plassen. Nou ja, goed, de organisatie heeft daar gehoor aan gegeven. Ze hebben een heel verhaal over daklieve kijkbuiskindertjes. Hier zijn de Sissy Girls. En het gaat over meewerkend Boksel. Het dierenbos krijgt het heen en weer van al die bankjes. Er staan nu wel bankjes, zeggen ze, maar waar wordt er nu dan aan gewerkt? En zoals meneer de uil altijd afsluit, oogjes dicht en snaveltjes toe. Is wel leuk, want we kunnen natuurlijk niet zien wie er bij de Sissy Girls meelopen. Maar er is mij verteld dat bijvoorbeeld Sis van Bielsen en Monique van Alphen ergens in een pak moeten zitten. Leuk, leuk.
Nou, dan moeten we even kijken of we dat kunnen achterhalen. Wie zou dat zijn, denk je? Een van deze twee, van de bevers? Als ze dat doen. Jolene, dit is in de gatse de inhaar. Ja, nou, dit zijn de stadskunstenaars en die zijn op zoek naar het DNA van Boxtel. En ongetwijfeld kunnen jullie nog herinneren dat er een tijd terug een oproep is gedaan. Omdat Boxtel wil een stadskunstenaar aanstellen. En er is wat kritiek opgekomen hier en daar. Van, hebben we dat wel nodig? En ik heb me laten vertellen dat deze twee wangslijm gaan afnemen en gaan op deze manier op zoek naar het DNA van Boxtel. Ik vind het geweldig. Jolene, kun jij straks even vragen of het allemaal al gelukt is en hoe ver ze staan daarmee? Tuurlijk. En daar direct achteraan komt meteen de Red River Band, hè, met Maar we gaan eerst, Jolene, eerst eventjes kijken wat ze al gevonden hebben. Mag ik even iets vragen? Ja. Heb je al iets gevonden van het DNA? Ja, het heeft een heel mooi kleurtje. En kijk hier, nog meer verschillende kleuren. Een vrolijke boel hier in de gat. Maar dan moet je nou de hele optocht nog meer... Ja, en dan bieden we het aan de prins. Oké, en wat gaat hij ermee doen, denk je? Ja, wij hopen dat Boxtel's cultuur dan wat meer verenigt. Ja, dankjewel. Wat zei hij nou? Zullen we hem even voorbij halen? Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wat vindt u ervan? Schitterend, alleen ik moet er wat meer bier op, want hij drukt niet af, zie je. Beetje een vaag DNA. Zeer, zeer. Je kunt er wel iets mee doen, hè? Als? Nou, voor mij is het vastgesteld. Jullie kunnen altijd mee terugvinden. Ja, klopt, klopt. En de volgende wagen die eraan komt, nummer 3, is van de Red River Kids. Met de titel De Vrolijke Noten. En is al mooi om te vermelden, want 22 jaar geleden zag de Red River Band het levenslicht met de woorden Dat is goed. Dat was het antwoord van Rieke van der Sloot toen Rudy van der Plas haar in het voorjaar van 95 vroeg of hij een nieuwe carnavalsvereniging kon oprichten met als thuishonk Café Marktzicht. Nou, het was heel simpel, binnen 2 minuten was het geregeld. Zo ging dat in die tijd. Ja, zo gaat het toch, hè? Ja, dit zijn de kids. Nou, ze zien er hartstikke mooi uit. Ja, die was raak. Hartstikke goed. Ja, Jolene, gaat het nog een beetje? Want je wordt gooi je vol confetti, hè? Maakt niet uit, het is carnaval, hè? Ja, en na de kids die net voorbij zijn gekomen, komen nu de natneuzen volgens mij. Vertel eens even. Wat zijn de natneuzen? Want die doen volgens mij ook al jaren mee. Ja, dat klopt. Want het is een vriendenclubje. Zo is het ontstaan. Ook in Café Marktzicht. En 57 jaar geleden is deze carnavalsvereniging ontstaan. Speciaal voor het 55 jaar openbaar carnaval halen ze de dansmariekes nog eens van stal. En hier hebben we de CV Kittels, ook een vriendengroep uit Beekelot. Lopen al 28 jaar mee. Gaat het nog een beetje? Ja. Je moet nog een heel stuk lopen, hè? Ja, en de natneus halen speciaal voor deze editie nog 1 keer de dansmariekes van stal. En wat zijn ze fantastisch. Hey, voets!
Ben jij klaar voor de carnaval? Ja, ik ben er helemaal klaar mee. Nu al? Nee. Het is super gezellig. Het is een leuk switch, jongen. Ja? Hey, maar wat betekent dat voor jullie nou als Bekenlot carnaval? Ja, één groot feest eigenlijk. Gewoon gezellig, allemaal weer bij elkaar komen. Zelfs als vroeger eigenlijk. Gewoon weer terug to the roots. Back. Ja, het gaat allemaal leuk. Leuk, gelukkig wel. De sfeer is goed, mensen zijn leuk. Het is gezellig, geen problemen. Dus, en lekker weer, alleen daar. Het is donker, maar ja. Wanneer zijn jullie nou begonnen? Donderdag al? Of wanneer was de carnaval bij jullie eens af? We gingen gewoon lekker vrijdagochtend om 10 uur. En dan tot dinsdag 1 uur, dacht ik. 1 uur, hè? Dinsdag? 1 uur. Geile plek voor mij. Ja, we hebben geen stuk, maar dat kan nu plek. En wie zijn jullie? Wij zijn de Groenblaadjes, ex-wachten. Oké. Ja, allemaal. Oh, moment. Hallo, mijn gemeente dichtbij met de platanendienst. Hey, burger. Ja, wat zijn er nou? Dat meende niet. Terug naar de Mert. Godverdomme. Vertel eens even, wat zijn jullie aan het doen? Wij zijn bezig, het weersverwachtingen waren erg slecht deze carnaval. Code rood, code geel, code blauw. Dan bent u code blauw. Dat heb jij snel gezien. We zijn hier live in Boksel bij de carnavalsoptocht. Code geel, code blauw en code oranje loop hier rond. En code rood die is zorg voor de harde windstoten. Zojuist getekend door onze reporter van Omroep Dommeland. Bedankt voor deze handtekening en we wensen je nog een fijne dag. Ik zie daar heel veel groen aankomen in de verte. Vertel eens, wie zijn dat? Want ik kan het even niet zien. Nou, sterker nog, ik kan het even niet volgen. Dit zijn de Groenblaadjes en het gaat over platanen op de markt. Is dit een spontane loopgroep of niet? Nee, deze zijn officieel geregistreerd en ruim vooraf ingeschreven. Ja. Hallo, wij zijn heel even de volgorde kwijt. Wie zijn jullie? Wij zijn CV Scom Bokstel. Oh, jullie komen voorop op de mooie wagen. Ik zie het. Nou, ik ga even kijken wat jullie te bieden hebben. Veel plezier. Dank u wel. Dat komt zeker goed. Ja, dat klopt. Het is Scom Bokstel met als thema buisje sluit niet mijn huisje. CV Scom Bokstel die timmert al heel veel jaren aan de weg, Hans, om een hele mooie wagen te kunnen showen. Dit jaar spelen ze in op het niet tolereren van de drugspanden binnen onze mooie gemeente. Wordt er toch een wietkwekerij gevonden, dan wordt het huis gesloten door de burgemeester. Ja, zo gaat het, hè. Jij, wat mooi gemaakt, Hans. Zie je dat? Die love and peace en wiet teken. Super. Ja, en de volgende groep komt er alweer aan. En dat is echt wel de muziekgroep met als thema dweil het lekker zelf op. En ze lopen al sinds 2011 mee als muziekske in de grote In de Trek. En dit jaar dus alweer voor de 8e keer. De 11 komt al langzaam in zicht. Ja, misschien leuk om te vertellen, afgelopen vrijdag opende zij hun carnavalseizoen met een optreden op het Pleinfeest. Ja, en komende dagen kun je ze zomaar spontaan aan alle kroegen van Boksel tegenkomen. Nou, het gaat niet goed hier volgens mij. Gaat niet goed, hè, hier. Wat gebeurt er nou? Ja, nou gaan ze even in de recessie even relaxen. Oh, op die manier. Ja. Come leuk. Back my love, heet het. Dus, wat zijn ze nou op te wachten? Lukt het allemaal een beetje daaronder? Lukt het hier? Ja, goed. We gaan even aftellen. Uit welke tijd kom jij dan? Zo maar, doe maar, doe maar. Heb ik al veel bier op? Zo. Wat
Wat gaan we doen? Een glas bier van. Oh, we gaan bier drinken. Hoe is hier de carnaval? Ja, goed jongen. Ja? Hoe is het met jou? Heb je het leuk? Ja. Ja? Ja. Wat is voor jou nou het ultieme carnaval? Ja, dat ga je langskomen. Ja, het is goed. We gaan bier drinken. Ga je mee, kom. We gaan bier drinken. Goed, sturen. Ja, goed. Wij gaan samen. Oh, ja. Kom maar. Ja. Karin, we willen bier. Ja, dat kan niet eens. Ja? Maar hoe stekker is eraf? Jongen. En een kast. En twee. En het meeste bier. En het meeste bier. Carnaval, hè? Ja, ik maak mijn belofte wel aan, hè? Nee, dat is waar. Proost, jongens. Oké. Wat doe jij als bossenaar hier in Boksel dan? Ja, ik ben hier geboren. En af en toe moet ik even terug, hè? Ja? En vooral bier drinken. Heel veel bier drinken. Heel veel bier drinken. Ja, wat is voor jou nou de ultieme carnaval? Ja, weet ik eigenlijk niet. Eigenlijk gewoon buiten. Gewoon lekker met vrienden. Lekker gezellig. Lekker pilsje doen. Optocht kijken. En dan dadelijk weer naar Den Bosch? Morgen. Morgen. Vanavond Boksel. Morgen Den Bosch. Niet te dronken worden. Komt helemaal goed. Hey, daar komt veel blauw aan. Wie zijn dat? Dat zijn, dat is de groep Een Bietje Meer. En dat zijn, dat zijn eigenlijk superboa's die belonen bekeurig in de gat. Kun je even nog iets meer erover zeggen? Nou, wat ik hier op mijn papiertje heb staan, dat zien ze trouwens schitterend uit. Boksel is al een tijdje in de ban van de blauwe zone. Oeh. En is het nou wel een blauwe zone of niet? En elke keer verandert het, zeggen ze. Dus hoog tijd dat superboa's in actie komen met carnaval. Oh, daar komt de volgende groep alweer aan. Wie zijn dit? Oh, ik vind ze zo mooi. Dit zijn... de ladies, de loopgroep, en die zijn zo blij met 45 jaar openbaar carnaval en ze zeggen dat verdient een bloemke. En dat maakt heel in de gat weer vrolijk. Ze gaan op zoek naar al die keien van in de voor en achter de schermen en geven hen een skonbloemke als blijk van waardering. Dus ze zoeken de verkeersregel in, de politie in, de boa in, de jury in, de prins in het gevolg. De ladies komen eraan. Wat heb je daar weer mooi verteld. Een bosje. Ja, dat is een bosje. Het is 55 jaar in de gat en iedereen verdient een bloemke. Ja, vind ik ook. Ja, daarom. Daar maken wij een bosje bloemkes van. Oh jee. Ik werd bijna aangereden door een bosje. Hoi. Hoe gaat ie? Uit bosje. Ja, uit bosje. Oh, wat gezellig. Hé jongens, fantastisch wat jullie hebben gemaakt. Leuk hoor. Dankjewel. En een goede loop nog, hè? Ja, dankjewel. Dat is een hoop werk geweest. De plasticverwerking krijgt ook nog flink wat. Ja, de groep die er nu aankomt, dat is Buurtschap West. En in tegenstelling tot wat veel mensen denken... Die ken ik nog, hè? Ja, het is geen carnavalsvereniging, maar het is echt een buurtvereniging die met zo'n 55 man ieder jaar voor twee fantastische... loopgroepen zorgen, zowel bij de kleine als de grote in de trek. En dit jaar ook Buurtschap West bedankt natuurlijk het SOK voor 55 jaar een skonnen optocht. Ja, en ze zijn hier heel mooi skonnen maken, zie je? Het wordt verrekkend mooi hier in de Clarissenstraat. Jij maakt het verrekkend schoon hier. Ja, we houden van schoon. Gaan we lekker door dan? Ja. Maar ik heb ook genoeg hulp, hè. Dus, komt de wagen aan, hè? Ja. Ik moet een beetje meelopen, want anders dan... Ja, en goed kijken. Ja. Hoe is het hier binnen? Hier is lekker warm, buiten is het koud. Maar wel gezellig. Lukt het een beetje daar? Ja hoor. Jullie kunnen heel goed hier. Ja. Kijk, een echte badkuip lijkt het. Heel mooi gemaakt. Met een grote eend. Leuk hè? Ja. Zo meelopen. Ja.
En heb je alles al een beetje schoon gekregen? Ja hoor, we hebben het allemaal heel goed schoongemaakt, dus ja. Wie is nou de beste in het schoonmaken? Ja, natuurlijk de vrouwen, hè? Want de vrouwen die maken alles schoon, huisvrouwen. Nou, gaan we lekker door. Ja. Jij hebt denk ik wel gehoord, of niet? Wat? De naalagen dicht. Wie? De naalagen dicht. Dat is zo minder niet. Ja, dat is echt. Maar dan kun jij, wat? Alleen jij, hè? Dat denk niemand zeggen. Kun jij een keer mijn naalagen foto? Nou, doe dan. Mooi stadje Bram Centrum. Ja, echt? Ja, ik zal loggen. Daar zien we samen. Kom, we gaan samen op de foto. Hoeft niet dan. Ik heb nog nooit een vogel horen praten eigenlijk. Ik ook niet. Ik ben een soort papegaai en een kruisje met een adelaar. Weet je, het maakt ook niet uit. Heel bijzonder vogel. Ja, echt, hè? Hebben jullie een leuk carnaval? Ja, zeker weten. Ja? Altijd, hè? Wat vinden van de optocht? Ja, mooie optocht tot nu toe. Je hebt een klein boefje bij je. Ja, dat klopt. Vind jij het ook leuk? Hey, vertel eens. Heb jij het niet een beetje koud zo? Nee. Ja, maar ik zie nou zoveel bloot. Jij krijgt het koud van mij. Ik heb het niet koud. Nee, ik ben lesbisch, dus... Ik heb niet meer vrouwen. Dus. Ja, nee, maar jij denkt dat het koud is. Ja. Je moet proberen, het is lekker warm. Maar je hebt wel een verrekkers mooi pak aan, hè? Ja, verrekkers. En die heb je zelf gemaakt? Ja, helemaal. Van boven tot onder. Jij kunt beter in de optocht meelopen, denk ik. Nee, dan moet ik veel te wijd lopen. Ik heb niet op tijd in de kroeg. Wie komt er nou aan? Want... Daar maar van huis af bent. Nou, is het een dweilkapel? Is het de carnavalsclub? Is het een rockband? Nee, het is de Agema van huis af band. En ja, ze zijn eigenlijk moeilijk in een hokje te plaatsen, vinden ze zelf. Maar ze zorgen wel voor enorm veel mooi plezier overal. Ze doen ook elk jaar mee, hè? Tuurlijk, ja, ja. Volgens mij staat de prins daar op die wagen. Ja, inderdaad. Moet er daar niet op staan? Nee, ik ben de prins van België. Ah, prins van Leopoldburg. Wat zei je? Ik kom uit België. Echt? Ja. En wat kom je in Boksel doen dan? Samen met de Raad van Elf. Ik kom hier al jaren en ik ben de nieuwe prins van Leopoldburg. Echt? Echt waar. Maar je komt iedere zondag dan hier? Ieder jaar, op zondag komen we naar hier. En wat maakt het dan zo leuk om in Boksel te zijn? Het is voor mij de allereerste keer dat ik meega, dus. Zelf weten er niet meer van, maar ik. Dat is de allereerste keer. Wat maakt het zo leuk om hier in Boksel te zijn? Ja, we zijn bevriend met Red River Band. En het is alle jaren weer gezellig om hier te zijn. En alle jaren hebben we een nieuwe prins. En we komen elk jaar weer naar Boksel toe. 1 groot feest. 1 groot feest. Veel plezier, hè, mannen. Dank je wel. En dank bij Peter van der Zanden die deze mooie wagens, praalwagens, klaar heeft gekregen dit jaar voor de gemeente Boksel. Ja. Wij lopen reclame voor de gemeente Boksel, voor de Milieustraat, zie je wel, de biomassaplein. Ja. Daar gaat het om dit jaar, jongens, daar gaat het om. Jij hebt flink gesnoeid. Echt wel, we zijn gesnoeid. Biomassaplein. Wat zei je? Waar gaan we toe met het biomassaplein? Ja, naar de carnaval. Carnaval. Nee, we moeten Lensheuvel. We gaan naar Lensheuvel. Lensheuvel, daar moeten we zijn, jongens, daar gaat het om. Dat zijn de kanunneken. Dat is een hele favoriete groep. Hè. Die hebben bijna ieder jaar volgens mij, als ik het even uit mijn geheugen moet opgraven, hebben vaak prijs. En het thema is BOA's blij parkeren vrij. Zal ik eens eventjes gaan vragen? Even op onderzoek uit. Ja, ik ga even kijken. Vertel, voor onze omroep. Ja. Wat is dit precies? We gaan een blauwe zone aanleggen. Dat is opdracht van de gemeente, dus dat doen wij. Daar zijn ze heel goed in hier. Ja. Wij zijn gewoon uitvoerders, hè. Ja. En jullie maken er een boeltje van, maar wij doen wat ze zeggen. Maar je houdt het wel in de gaten allemaal, hè? Dat is scherp in de gaten. Want dat de mensen er geen last van hebben, hè? Helemaal niet. Nou ja, last. Ze zeggen dat ze last van hebben, maar daar heb ik dan weer geen last van. Vrij parkeren, kan ik dan altijd vrij parkeren hier? Met carnaval is het parkeren vrij, hè. Vrij parkeren. Dus dat geldt voor heel Boksel.
de volgende 3 dagen allemaal. Dus wij ruimen al de blauwe lijnen vandaag op. Heel nou, de blauwe zone gaat er. Dus ga maar lekker door mijn lijn trekken. Wij zijn blije boas vandaag. Hartstikke hard hier. Dit zijn de buurtvrouwen, loopgroep. En spiegeltent aan de waggel. Want in de zomermaanden staat de spiegeltent te pronken in Park Stapelen. En nu waggelt de spiegeltent door de Boksterse straten. Want, zo zeggen zij, als de mensen niet naar de spiegeltent komen, nou, dan komt de tent gewoon naar de mensen. En ze willen de mannen uit de tent lokken door ze in hun tent te lokken. Nou, ben benieuwd. Man, Hans, ik zou zeggen erop af, jij. Ga ik zeker doen, niet alleen. Even, de spiegeltent. Nou, ik ben een man, hoor. Vertel eens, wat... moet ik in de spiegel kijken nou? Wie wil er wat zeggen? We hebben hier een hele leuke vent voor in de spiegeltent. Ja. Ik zou zeggen, neem plaats. Neem plaats. De ja. Door de ingang. Moet ik even handjes zo zijn? Zo. Ja. Maak een beleving mee. Oh, wat ben je mooi. Oh, wat ben je mooi. Dat heb ik in jaren niet. Ja, Jolien, er komt dan weer de volgende aan. Het loopt nou echt stevig door. Oeh, wie gaat er nu komen? Deze is wel heel eng. Dit zijn de Fretjes. En het thema dreigt er gevaar voor de adelaar, hè? Ja, die staat op punt om misschien wel verkocht te worden. Ja, we weten het niet. Ja, de eigenaren van de sloot, die gaan het misschien verkopen. Maar ja, degene die het... De uitbater, die wil dat natuurlijk niet. En degene die daar heel graag, heel lang en met veel plezier komen, die willen dat misschien ook niet. CV De Achterblijvers, en die hebben dit jaar gekozen voor het thema het sluiten van de drugsbanden. Het leuke van dit jaar is dat ze met een grote jeugdgroep aan het bouwen zijn gegaan. Allemaal onervaren mensen met de hulp van oude rotten in het vak. Nou ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En hiermee willen ze niet de politiek in hak proberen te zetten, maar hebben ze deze juist gesteund met het besluit om de huizen te sluiten. Ook heel leuk, Hans, om te weten, De Achterblijvers zijn opgericht in 1957 en bestaat dus inmiddels al 61 jaar. Zo. Ja, ik moest net even op de foto, dus ik heb niet alles kunnen volgen. Ondertussen dat jij de mensen aan het informeren was. Moest ik even op de foto met de adelaar. Maar dit is wel heel mooi gemaakt weer, hè? Ja, en het leuke wat ik net al zei is dat ze met name de jeugd aan het bouwen hebben laten beginnen. Dus ik vind het een fantastisch resultaat, hoor. Inderdaad. Oei, hoort deze groep er ook nog bij? Nee, hè? Of wel? Ja, ja. Ja, ja, die hoort er ook allemaal nog bij, ja. Ik zie het nu. Tuurlijk. Lukt het allemaal een beetje? Goeie joint, goeie joint. Goeie joint. Maar je moet er wel mee uitkijken, hè? Niet rijden dadelijk. Nee, 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 nee. Ja, puntje. Ja, oké. Ja, doe het. Ja! Gaat het hier wel goed in de auto? Gaat prima. Heerlijk warm. Je zit hier lekker ontspannen. Precies. We kunnen alles mooi overzien. Gaat prima. Beetje te kijken. Heerlijk. Ja. Heel mooi. Beter kunnen we het niet hebben, hè? Wat zei u? Beter kunnen we het niet hebben. Daar ook alles goed achter stuur? Alles goed, hè? Goeie chauffeur, hè? En dan hebben we weer een boefje. Ja. Hey, dus jullie hebben het koud? Nee, niet zo. Maar je staat de blauwbekkers hier. Ja, weet je wel, hè? Hoe voelt het nou om mee te lopen in de optocht? Nou, het is altijd wel leuk. Het is gewoon gezellig hier. Dus het is wel leuk. Gaat het wel goed met de foto's maken, of niet? Ja, hoor. Ja, we doen het even een keer van de andere kant. Ja, lach er maar mee. Nee, dat gaat prima zo, jongen. Ja, zet hem op. Leuke sfeer, lekker zonnetje erbij. Gaat volgende week in de kant. Zo is het. Nou ja, ik ben blij dat het dit jaar gelukt is, want in oktober nog deed deze groep een oproep op social media. Omdat ze geen opslagloods meer hadden. Maar zo te zien hebben ze hun SRV-wagen weer prachtig om kunnen bouwen. En is het ze wederom gelukt. Hartstikke goed.
Ik krijg net hier, ik zal kijken of de camera het in beeld kan brengen. Ik krijg net wiet aangereikt. Dus we kunnen weer vooruit. Ja, dit is altijd gemaakt van een oude SRV-wagen. Mooi, hè? Kunnen jullie het een beetje uithouden hier? Ja. Vinden jullie het nog steeds allemaal leuk? Ja. Hoe leuk vinden jullie het allemaal? Heel leuk. Zal ik het eens vragen? Wie zijn jullie? Geen drank, geen klank. Wel heel mooi gemaakt, hè? Ja, ja, heel in de gat bakt er niks van, zeggen ze hier op de auto. Misbaksel. Nou, ze laten zich wat kritisch uit over de blauwe zone en over het spoor. En nog veel meer zaken zie ik. Er gaat meteen al een groep achteraan lopen. Kunnen jullie meteen even meenemen? Ja, dit is de loopgroep Ten Eerste Opkijk. En het gaat ook. Het gaat over de bokselaartjes. Ja. Weet je dat, Hans? Ja, de bokselaartjes is opgehouden, hè, met bestaan. Ja, ik heb het gelezen. Bestaan jullie nog? Nou, nee. Bestaan niet meer, nee. Nee, het is echt verschrikkelijk, want wij werden niet gespaard. En kijk, heel verdrietig zijn we ervan. Maar wilt u ons alsjeblieft koesteren? En wilt u dit bewaren? Voor alle mensen die toch aan ons gedacht hebben. Dankjewel. Oké. Okay. Een dubbele overweg. Ze hebben iets ludieks bedacht en ik ben benieuwd wat ze gaan brengen. Volgens mij kunnen ze dit elk jaar wel gaan doen, want voorlopig is het nog niet rond. Kan ik er nog door? Weer door. Ja. Nu niet meer. Echt even moeten wachten. Ja. Je ziet het, hè. Tot hoe laat moet ik wachten? Tot hoe laat? Hoofdelijk bij het spoor, hè. Dus dat is ons ook de vraag. We vragen hoofdelijk bij het spoor, maar dan kunnen we er door. Ik zie dat het toch een vrolijke boel is. Ja. Ondanks. Dat toch wel, hè. Het is carnaval. Dus dat komt toch wel goed. Jongens, kunnen we er allemaal nog door dadelijk? Kunnen we er allemaal nog door? Kunnen we niet meer door? We moeten wachten. We moeten veel te lang wachten. Wat moeten we nou doen? Wat moeten we nou doen dan? Nou, ik denk dat er een goede oplossing voor verzonnen moet worden. In ieder geval dat we weer door kunnen rijden. Ja, we zitten zo'n beetje aan het eind van het traject van de optocht. Volgens mij nog 2 of 3 groepen. En dit is wel een hele mooie wagen, hè, die met die spoorbomen. Ja, ik vind het ook zo leuk dat ze een speciale choreografie hebben ingestudeerd. Ze mogen van mij nog wel eens een keer meer optreden, hoor. Komt de trein aan. Daar gaan ze dan. Zie je het? Hartstikke leuk gedaan. Leuke groep, leuke groep. Ja, en nu komt dan de locomotief, hè? Zeker. Wel een kleurrijke. Ik weet niet of ik het heel erg zou vinden als deze 1 keer per week op Bokstel over het spoor en Bokstel komt. Wel een mooie. Volgens mij is dit treintje geleend van Duitslijntje. Ah, dit is wel echt een hele mooie. Hier zit heel wat uren werk aan. Nou, zeker wel. Nou, de overweg gaat weer dicht. Ja, de volgende wagen die eraan komt is van carnavalsvereniging Je Kunt Me Wat. En die is 5 jaar geleden begonnen met 5 jongens uit Liemt.
het leek ze gewoon leuk om een eigen mooie en grote carnavalswagen te bouwen. Een jongetje in de buurt daar. Je moet maar even betalen. Wat vinden we van deze wagen? Ik zeg, wat vind je ervan van deze wagen? Ja, een mooie wagen. Ik heb hem zelf meegemaakt. Heb je zelf meegemaakt? Oh, jij loopt nou mee? Ja. Oh, ik denk jij staat gewoon langs de kant te genieten. Nee, ik ben mee aan het lopen eigenlijk. Oh, nou, succes. Ziet er goed uit hoor. Dankjewel. Hoe vindt u de optocht? Netjes, heel netjes hoor. U hebt al heel veel optochten gezien denk ik hè? Nou, niet zoveel hoor, want we zijn heel lang in België rood. Dus. Maar ik vind het wel leuk. Wat vond je van de optocht? Geweldig, echt. Er is zoveel werk verricht. Super, mensen zijn laaiend, enthousiast. Het weer zit mee. Stemming is goed. Kan niet beter, denk ik. We hebben gewoon een zonnetje nu. Ja, we hebben besteld. Gewoon besteld. De goden zijn mij gezind. Hoe ziet de rest van jouw carnaval er nu uit? Ja, nog een heel druk programma. We hebben natuurlijk vanmiddag de optocht, straks hier de uitreiking. Dus kom allemaal even kijken, hè, want ze hebben tenslotte niet voor niks zoveel werk gedaan. Daarna gaan we nog een paar bezoekjes plegen en vanavond lekker feesten in het Hofpaleis. En dan morgen Politiek Café, hè? Dus kom ook even kijken. Nou, dat wordt gezellig, dat wordt gezellig. En nu even zwaaien naar iedereen. En nu even zwaaien. Maar dat komt helemaal goed. Dankjewel. Ja, zoals de Karel zei, houdoe en bedankt. Dit was hem, de grote In de Trek 2018. Tot de volgende keer.